6 juni 1944. Een nieuwe dag breekt aan, de 1737ste dag van deze oorlog. Een nieuwe dag van ingespannen arbeid, niet alleen voor Winston Churchill, maar ook voor de gewone man. Londen is wakker geworden met een glimlach. Het is een zonnige zomerse dag en het gaat goed met de oorlog. Er is alle reden voor zelfvertrouwen en optimisme. Op Piccadilly Circus is het heel wat minder druk dan voor de oorlog. Van de oude getrouwen heeft zich maar een enkeling kunnen handhaven, nu alles en iedereen is gemobiliseerd. Maar achter hun glimlach schuilt het bewustzijn van eigen kracht. Diezelfde dag bracht generaal Eisenhower het bericht waarnaar miljoenen zo lang hadden gehunkerd. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt, luisteraars, de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower, heeft gericht tot het bezette West-Europa. Volken van West-Europa. Troepen van het geallieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. En dit was het beeld, diezelfde 6 juni, voor de Normandische kust. Een armada van meer dan 4000 grote en kleine schepen, geëscorteerd door de Britse vloot, in de lucht beschermd door duizenden Britse en Amerikaanse jagers, kroop nader en nader op de Franse kust toe. Dan schuurde de bodem van de landingsvaartuigen tegen het zand. De deuren werden opengegooid. De eerste geallieerde soldaten waden aan land. De eerste bondgenoten vielen, omdat Europa weer vrij zou zijn. Zorgde er wel voor dat Duitse versterkingen de gevechtszones alleen langs grote omwegen konden bereiken en gaf spoorwegknooppunten een extra beurt. En dan was er natuurlijk de Atlantische muur. Geen vijand komt hier ooit doorheen, had dokter Goebbels gezegd. Maarschalk Rommel beaamde dit volmondig. De les van de Maginot-linie was vergeten. Dit was de propaganda. Dit de werkelijkheid. De bres door de mannen van admiraal Ramsay en de generaals Eisenhower en Montgomery in de vesting Europa geschoten, werd wijder en wijder. Dieper en dieper trok het bevrijdingsleger in het eens bloeiende, nu bloedende Normandië, waar de terugtrekkende Duitsers een groot deel van de bevolking als vee voor zich uit hadden gedreven. Slechts weinigen waren daaraan ontsnapt. Nu waren zij de eerste vrije burgers van Frankrijk. Kinderen, bij wie de angst voor alles dat uniform droeg er danig in zat, wisten niet hoe ze het hadden toen soldaten naar hen toe kwamen met chocola en zuurtjes. Dit was nu het herrenvolk dat met zijn ganse pas en zijn Führer Europa's nachtmerrie was geworden. Wij willen niets dat ons niet toebehoort. Nederland vat uitwijselijk niet te letterlijk op. Hitlers verraderlijke spel van woorden, lijnrecht in tegenstelling tot zijn daden, werd wel doorzien. Maar wat kon een klein land alleen tegen het naderende gevaar doen? Voorzorgsmaatregelen werden getroffen.
begin mei had Hitler nogmaals beloofd de Nederlandse grens niet te zullen schenden. Zo deed hij zijn belofte gestand. In de vroege ochtend van de 10e mei maakte de wereld kennis met een geducht nieuw wapen dat in de komende strijd aan vriend en vijand zijn bestaansrecht zou bewijzen. Diep achter de linies, tot in de grote steden, veroorzaakten de valschermtroepen grote verwarring. De Duitsers stelden geen verliezen. Was het niet een eer voor de Führer te mogen sterven? De overmacht was te groot. Hulp van buiten was niet in voldoende mate te verwachten. Op 14 mei kwam het einde. De legerleiding had geen keuze toen de vijand in zijn ultimatum dreigde Rotterdam en Utrecht met de grond gelijk te maken. Nadat de capitulatie al was getekend, toonde zich de ware aard van het nationaal socialisme. Rotterdam werd in het oog der wereld het symbool van Duitslands eeuwige schande. Waren al op 11 mei Franse troepen aangekomen. Samen met hen wist het Nederlandse leger de strijd in Zeeland nog 3 dagen voor te zetten. Het was een moedige, maar hopeloze strijd voor troepen die zonder enige steun van artillerie of luchtmacht tegenover een vijand stonden die alleen het reglement van zijn totale oorlog kende. Liever dan zich over te geven, weken zij uit naar Engeland om vandaar de strijd te hervatten. Veeboten en trawlers kwam een stroom vluchtelingen naar Engeland. Alles hadden ze in de steek gelaten om aan de greep van het nationaalsocialisme te ontkomen. De Nederlandse troepen kwamen niet met lege handen. De eerste krijgsgevangen Duitse parachutisten waren een passender geschenk dan bloemen. Terwijl de gevangenen afmarcheerden naar een plaats waar ze voor de duur van de oorlog onschadelijk zouden zijn, vonden de uitgewekenen in Londen een gastvrij toevluchtsoord. De Duitsers hadden de koninklijke familie als gijzelaars in handen willen krijgen. Maar hun pogingen waren mislukt. Het duurde geruime tijd voor men algemeen in Nederland de wijsheid besefte van het besluit van Hare Majesteit naar Engeland te gaan en daar leiding te geven aan haar landgenoten die de strijd wilden voortzetten. Ze kwam in een land waarvan de bevolking zich voorbereidde op een langdurige belegering. Londen koesterde zich geen illusies over de toekomst. Maar de Brit was vastbesloten zijn huid zo duur mogelijk te verkopen. Sedert enige maanden was een nieuw vak aan het lesrooster toegevoegd. En duizenden kinderen
werden naar veilige streken geëvacueerd. Het geïmproviseerde bureau van het Rode Kruis was een van de eerste Nederlandse centra in Londen. Rode Kruisberichten waren nu het enige contact met Nederland. Maar wat zijn 25 woorden als het hart zo vol is? Giften van particulieren stelden een afzonderlijk hulpcomité in staat de Nederlandse vluchtelingen van het hoognodige te voorzien. Ze kregen niet alleen kleren, maar ook werk. Engelands oorlogsindustrie kon hen direct gebruiken, waardoor ze spoedig weer op eigen benen konden staan en de voorschotten die ze in de eerste weken hadden ontvangen, konden terugbetalen. Vrije Nederlanders stemden nu af op de BBC. Londen nam de taak van Hilversum over. Goedemiddag, hier is Londen met de eerste serie nieuwsberichten in het Nederlands. Hier is eerst een belangrijke mededeling. Door de Engelse admiraliteit en de Nederlandse regering is vanochtend de volgende officiële instructie uitgezonden. Alle Nederlandse schepen die zich op het ogenblik op zee bevinden, moeten zich onverwijld naar een geallieerde haven begeven. Deze mededeling zal in onze volgende uitzending in het Nederlands worden herhaald. Kapitein, na ontboden woord moet u zich onmiddellijk naar de meest in de nabijheid gelegen neutrale of bevriende haven begeven. Stuurman Smit. Stuurman. Ongeveer 38 worden. 38. Dan zijn even voor van Eiken. Laten we direct aanleggen. Zonder enige uitzondering gaf de Nederlandse koopvaardij aan deze oproep gehoor. 2 miljoen ton scheepsruimte, 20.000 zeelieden kwamen de geallieerde handelsvloot versterken. Een kolossale bijdrage voor de gemeenschappelijke zaak. In Britse havens werden de koopvaarders bewapend. Voor Engeland betekenden schepen verbinding met de buitenwereld, voedsel, munitie. Want met de oorlog op het vasteland ging het slecht. In België en Noord-Frankrijk maakte de vijand steeds verder voortgang. Het door en door vermoeide Belgische leger kon de ongelijke strijd niet langer volhouden. Toen kwam de laffe triomf van de Duitse propaganda. Een toch al verbijsterde bevolking werd door radioberichten en provocateurs in paniek de wegen opgejaagd. Dit was nog niet genoeg. Stuka's gingen aan het werk. Dit was totale oorlog. Dit was Duitslands strategie om een opmars van Franse en Britse troepen te verhinderen. Op het strand van Duinkerken wachtte het Britse expeditieleger op het einde. De stad zelf was al voor een deel in vijandelijke handen. De Luftwaffe scheen heer en meester in de lucht. Het Britse leger had al zijn zware oorlogsmateriaal moeten prijsgeven. Toen geschiedde het wonder. Het wonder van Duinkerken. Het wonder van organisatie. Binnen 24 uur had de Britse admiraliteit elk schip dat maar enigszins zeewaardig was naar Duinkerken gedirigeerd. In en om Duinkerken offerden een Franse en Britse achterhoede zich op om de weiland af te houden van het laatste stukje strand. Sleepboten, plezierjachten, rivierschepen die nog nooit het zeegat uit waren geweest, voeren heen en weer tot de laatste soldaat van het strand was. Ze brachten 335.000 man uit de hel van Duinkerken terug. Zo kwamen ze aan land, groezelig, bek af, maar verslagen, dat nooit. Veteranen uit Wereldoorlog 1 vormden vrijwillige burgerwachten. Engelands oorlogsindustrie zag zich voor een ontzaglijke taak gesteld. Het nieuwe leger van beter materiaal te voorzien dan het oude ooit had gekend. De
Nederlandse regering, nu formeel te Londen gevestigd, had inmiddels een historisch staatsstuk uitgevaardigd, waarbij alle Nederlandse bezittingen gemobiliseerd werden voor de gemeenschappelijke zaak. De olieraffinaderijen op Curaçao produceerden miljoenen liters vliegtuigbenzine. Het bauxieterts van Suriname leverde grote hoeveelheden aluminium op, onmisbaar voor de vliegtuigproductie. Nederlands-Indië leverde rubber, tin en quinine. In Engeland werd een Nederlands legioen gevormd, waarvoor alle Nederlanders van dienstplichtige leeftijd werden opgeroepen. Uitgeleide gedaan door prins Bernard, vertrokken de recruten naar een kamp in Wales, waar de gedaanteverwisseling van burger tot militair plaatsvond. Dit was de voorhoede van een stroom vrijwilligers en dienstplichtigen die uit meer dan 20 verschillende landen naar Engeland kwamen. Niet alleen werd er aan een nieuw leger gewerkt. Leerlingvliegers, uit Nederland ontsnapt, vonden een tijdelijk Soesterberg en de Mok bij de RAF, waar zij nu hun opleiding voltooiden. Ik ben Rotterdammer en ik heb Rotterdam na 14 mei gezien. Daarom ben ik met een kano overgekomen om Nederland te helpen bevrijden. Het ergste wat ik in Holland heb meegemaakt is dat de moffen een borst met bruine bonen uit mijn handen hebben weggeschoten. Maar ik hoop ze dat heel stevig betaald te kunnen zetten. Ik hoop dat we spoedig actief kunnen deelnemen in onze gevechten tegen de moffen. En ik hoop ook dat ik er spoedig eentje naar beneden kan schieten. 14 dagen na de invasie vloog de marine luchtvaartdienst van een Britse basis als een eerste patrouille. Moderne Hudson-bommenwerpers vervingen spoedig de verouderde Fokkers, waarmee de bemanningen naar Engeland waren overgevlogen. Kandidaten voor de luchtmacht waren er in overvloed. Onze vloot had nooit gecapituleerd. Op 14 mei hadden alle oorlogsbodems opdracht gekregen zich vaar klaar te maken voor vertrek naar Engeland. Op 31 augustus herdachten de Nederlanders in Londen de 60ste verjaardag van de koningin. Het is heel gemakkelijk om trouw en aanhankelijkheid in dagen van voorspoed te hebben. Maar de gevoelens die u hier en alle vrije Nederlanders in de gehele wereld en ook in de harten van alle Nederlanders die in onderdrukking thuis leven, deze gevoelens die daar leven, die zijn veel en veel meer waard. Die zijn veel dieper. Het is trouw en tegenspoed wat u vandaag aan onze koningin toont. En dat is het schoonste geschenk wat u haar op haar verjaardag, op deze verjaardag had kunnen geven. Nadat Frankrijk buiten gevecht was gesteld, begon de aanval op Engeland. De Luftwaffe kreeg allereerst tot taak het kanaal voor de geallieerde scheepvaart onbevaarbaar te maken. Maar de mannen van de koffardij hielden voet bij stuk. Ondanks voortdurende gevaren, ondanks grote verliezen. Ditmaal ging het spel niet langer op. Spitfires, die boven het strand van Duinkerken hun eerste successen hadden behaald, vlogen opnieuw uit en waarborgden de konvooien een veiliger doortocht. Toen besloot de Luftwaffe tot een nieuwe tactiek. Door Britse vliegvelden te bestoken, zou zij de Spitfires aan de grond houden. Laag vlogen de Stuka's over de klippen van Dover. Maar de Spitfires stonden klaar. Dit zijn de mannen van wie Churchill zei: nooit tevoren waren zo velen zo groot een dank verschuldigd aan zo weinigen.
Daarop zond Hitler zijn dagbommenwerpers over. De grote strijd om Engeland was begonnen. Steeds grotere aantallen van de honderden Duitse bommenwerpers werden door Spitfires en Hurricanes neergeschoten. Voor de bevolking van de graafschappen om Londen was dit een dagelijkse gebeurtenis geworden. Op 16 september werd het hoogtepunt bereikt. 185 Duitse vliegtuigen lagen in puin tussen Londen en de kust. In deze strijd verloor de Luftwaffe 2375 vliegtuigen. Oud roest was uitermate bruikbaar voor de Britse oorlogsindustrie. Overdag was de strijd ten einde. Nog gaf Göring de hoop niet op Engeland tot overgave te bombarderen. Hij stuurde nu zijn vliegtuigen 's nachts. Het scheen het alsof de brandweer tegen deze taak nooit opgewassen zou zijn. De perrons van de ondergrondse spoorweg boden een veilige schuilplaats voor de ouderen en de kleintjes. Maar Londens antwoord klonk de bevolking als muziek in de oren. Niet alleen de binnenstad, ook de woonwijken daaromheen stonden maandenlang, nacht in, nacht uit, aan deze bombardementen bloot. Maar de bevolking stond pal. Iedereen werkte mee. Vrijwilligers hielpen brandbommen blussen en melden zich aan voor reddingswerk. De brandweer wist niet van rusten. Ze was in de weer van het vallen van het duister tot het aanbreken van de nieuwe dag. Elke nieuwe dag bracht nieuwe verwoestingen. Londen hield vol. Meubelen en huizen waren te vervangen. In het hartje van de stad, Austin Friars, op de puinhopen waar nog enkele maanden geleden de Nederlandse kerk had gestaan, kwamen op 10 mei 1941 alle Nederlanders, voorgegaan door koningin en regering, opnieuw bijeen om getuigenis af te leggen dat niets zou worden vergeten of vergeven. Vandaag, een jaar geleden, begon de strijd die ons werd opgedrongen en waarbij wij wisten veel te kunnen verliezen, maar er ook zeker van waren dat onze eer zou worden gered. Verlaat ons in 1 minuut van eerbiedige stilte gedenken al die doden, waar dan ook, die in het afgelopen jaar zichzelf hebben geofferd in deze kamp voor het behoud van het land en handhaving der christelijke vrijheid. Niet alleen Londen moest het ontgelden. Coventry, het centrum van Engeland's zware industrie, en tal van andere grote steden lagen ineens in de voorste linie. Honderden doden vielen bij de luchtaanval op de woonwijken van Coventry.
In een massagraf werden zij ter aarde besteld. Het zwaard van de vijand had de burgerij diep gewond en bruidsboeket tot grafkrans gemaakt. Wanneer de tranen waren gedroogd, bleef de haat. Getuigde van zijn vertrouwen in de toekomst. What tragedies, what horrors, what crimes has Hitler and all that Hitler stands for brought upon Europe and the world? The concentration camps are overcrowded. Every dawn, the firing parties are at their work, but nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged, and if need be, blasted from the surface of the earth. Voor het einde van deze eerste conferentie der geallieerden begroette koning George de premiers van de 14 landen die hier namens 700 miljoen zielen verklaarden een strijd niet te zullen opgeven voor Churchill's doel was bereikt. Op Buckingham Palace ontving de Britse koninklijke familie herhaaldelijk de gekroonde hoofden van Europa wier tijdelijke residentie nu Londen was. In haar Londense woning trotseerde koningin Wilhelmina de Luftwaffe gedurende de maandenlange bombardementen. Haar leven was één voortdurend werken voor de komende bevrijding van haar land. Ook haar gezin was uiteengerukt. Nu kregen, als bij elke moeder, nieuwe foto's van haar dochter en kleindochters een ereplaats op de schoorsteenmantel. Ook de films die prins Bernard van zijn bezoek aan het gastvrije Canada mee terugbracht, waren een lichtpunt in haar leven. Want daar genoten de prinsesjes Beatrix en Irene een onbekommerde jeugd. Ik ben niet onbekommerd. Het waren gelukkige dagen wanneer het prinselijk gezin verenigd was als weleer op Soestdijk. In Europa breidde de oorlog zich steeds verder uit. Een nieuw strijdtoneel opende zich nadat Italië formeel Duitslands bondgenoot was geworden, Griekenland binnenviel en Egypte bedreigde. Hoewel het gevaar voor eigen land nog niet geweken was, stuurde Engeland zoveel mogelijk troepen naar Egypte, vaak ook beschermd door eenheden van de Nederlandse vloot. De vrije doortocht door de Middellandse Zee was voor Groot-Brittannië een levensbelang. Nieuw-Zeelanders en Australiërs hielpen de tanks en kanonnen hanteren die in grote getale werden aangevoerd om de spilmogendheden te stuiten in hun opmars naar de toegangspoort tot het Verre Oosten, het Suezkanaal. Het leger van generaal Wavell hield grote opruiming onder de troepen van maarschalk Graziani. De vijand werd uit Egypte verdreven, teruggeslagen tot Bizerta en verloor in totaal 200.000 man. De eerste grote overwinning van het nieuwe Britse leger. Het eerste lichtpunt in zorgelijke jaren. Wavell's overwinning had één resultaat dat symbolisch was voor wat in latere jaren zou volgen. Haile Selassie, keizer van Abyssinië, de eerste vorst die door de fascisten in ballingschap was gedreven, was ook de eerste die naar eigen land kon terugkeren. MUZIEK
Met groot ceremonieel werd Haile Selassie in zijn hoofdstad Addis Abeba ontvangen. In Griekenland konden de Italianen het alleen tegen de kleine Griekse strijdmacht niet bolwerken. De grote broer Duitsland moest eraan te pas komen. Opnieuw schoten kleine Britse troepenmacht te hulp. Maar voor hen zou Griekenland spoedig een tweede Duinkerke worden. Nadat de vijand ook Kreta had veroverd, laaide een nieuwe strijd op in de Middellandse Zee. De felle strijd om de verbindingslinies naar Malta. Maanden achtereen trotseerden onverschrokken geallieerde koopvaarders aanvallen van boven en onder de zee. Maar dit was wat de mannen van de koopvaardij moed gaf de bommenhagel steeds opnieuw te doorstaan. De Middellandse Zee was een slagveld geworden, waar de strijd tussen schip en vliegtuig op leven en dood werd gestreden. De geallieerde handelsvloot leed hier zware verliezen. Maar bommen of torpedo's konden het taai doorzettingsvermogen van de mannen van de koopvaardij breken. In koortsachtig tempo zetten Britse werven nieuwe schepen op stapel om de handelsvloot op peil te houden. Andere werven specialiseerden zich in het herstellen van beschadigde schepen. De toestand was zo precair dat geen ton scheepsruimte gemist kon worden. Engeland en zijn kleine bondgenoten stonden nog steeds alleen en hielden Europa's laatste bolwerk tegen een overmachtige vijand. Het aandeel van deze kleine bondgenoten bleek onder andere toen het artillerie-instructieschip van Kinsbergen onder commando van overste Hoeken in Engeland aankwam. Armazes van Kinsbergen, die voor de invasie van Nederland reeds in West-Indië gestationeerd was, heeft tot nu toe 60.000 mijl gepatrouilleerd en 12 vijandelijke schepen met een totaal tonnage van 66.000 in beslag genomen, opgebracht of doen zinken. Een van de officieren van de Van Kinsbergen legde op een smal film de historische acties van dit oorlogsschip vast. Het Duitse schip Rhein kon nadat het door de eigen bemanning in brand was gezet, niet gered worden. De Nederlanders moesten het door kanonvuur tot zinken brengen. De admiraalsvlag was in top toen admiraal Fürstner de bemanning verwelkomde en complimenteerde met de behaalde resultaten. Is het de gewoonte dat de vlagofficier die het commando voert een woord van welkom spreekt tot de bemanning? En die gewoonte heb ik in stand willen houden door het ook hier te doen. U zult gaan zeggen dat het heel wat anders. Bij slot van rekening is er een groot verschil. Ja, alles is anders sedert 10 mei 1940. Alles is veranderd, mentaliteit is veranderd, ons hele leven is veranderd. Het Nederlandse leger had nog geen actief aandeel kunnen nemen in de oorlogvoering. In het Engelse landschap bereiden de mannen met de oranje leeuw op de schouder zich voor op hun komende taak. Naar hun kamp in Wolverhampton kwam koningin Wilhelmina om de troepen een eigen vaandel aan te bieden. Ik weet dat in u leeft dezelfde geest die onze landgenoten in het vaderland bezielt. Die ontembare moed, die alle offers ten spijt volhardt tot het einddoel bereikt is. In dit vertrouwen heb ik u een vaandel toegedacht, zoals legeronderdelen in Nederland voeren. Op dit vaandel is aangebracht de naam van mijn kleindochter, prinses Irene. Ik nodig u uit met mij aan te heffen, leven het vaderland. Hoezee! Hoezee! Hoezee!
Zo werd het Nederlands legioen de Koninklijke Brigade Prinses Irene, de kern van Nederlands nieuwe leger. Maar niet veel langer zou Engeland alleen staan in de strijd. In Downing Street nummer 10, de ambtswoning van Winston Churchill, tekende de Amerikaanse ambassadeur John G. Wynand de pacht- en leenwet. Eerder had Groot-Brittannië al 50 Amerikaanse torpedobootjagers gekregen in ruil voor marinesteunpunten. Amerika's fabrieken begonnen in grote getalen vliegtuigen voor Engeland te produceren. Duitse duikboten probeerden nu Engelands verbindingslinies met de Verenigde Staten af te snijden. Prompt beval de president van het niet meer zo neutrale Amerika zijn marine patrouilles uit te sturen tot 1000 mijl in zee. Het terrein waarin de vijand vrij spel had, werd daardoor dus aanzienlijk beperkt. Al waren vooral in het begin de geallieerde verliezen niet gering. Op het hoogtepunt van Duitslands successen kwam de UFA met dit triomfantelijk filmjournaal op de proppen dat door de geallieerden aan boord van een Duits schip werd buitgemaakt. Nederlandse schepen als de Pendrecht, de Mankai en de Maasdam naar de bodem van de zee gezonden. Maar het duurde niet lang voor de grijns op hun gezichten zou besterven. Dat heeft de UFA nooit laten zien. Over de gehele Atlantische Oceaan ontketende Engeland een ware klopjacht op Duitse duikboten. Slagschepen, torpedo's en vliegtuigen beschermden nu de handelsvloot. Luisterapparaten pikten verdachte geluiden op. En dan had menige Duitse bemanning zijn laatste ijzeren kruis gehad. In de Noordzee gingen de geallieerden zelfs tot het offensief over. Niet alleen Britse gevechtsvliegtuigen waren hier actief. Het Nederlandse Hudson Squadron bracht in korte tijd 110.000 ton Duitse scheepsruimte tot zinken. Torpedo en kanonneerboten van de Nederlandse marine attaqueerden 's nachts de Duitse schepen die krampachtig langs de Franse kust schurkten. Overdag beschermden zij door het leggen van rookgordijnen onze eigen scheepvaart tegen de lange afstandskanonnen op Kaap Grinee. Zo bereikte verreweg het grootste deel van het Amerikaanse oorlogsmateriaal veilig een Britse haven. In Duitsland was de traditie van verraad sterker dan het gezond verstand. Door de aanval op Rusland haalden de nazi's zich een tweede front op de hals, waarvan zij de gevolgen eerst later zouden voelen. Nu, midden in 1941, dreven zij de Russen naar de zijde der geallieerden en brachten daarmee zelf de omsingeling teweeg die ze in 1939 zo hadden gevreesd.
openbaarde zich de kracht en de onverbrekelijke eenheid van het Russische volk. De Sovjet-Unie beschikte niet alleen over een onuitputtelijk mensenreservoir, maar ook over vliegtuigen, tanks en een bezielend leider, Stalin. In het Verre Oosten gaf Japan een duidelijke aanwijzing van zijn ambities. We zetten Indochina zonder slag of stoot, zogenaamd om het te beschermen tegen de Gaulle, de Chinezen en de Britten. In Hanoi waren de Jappen heer en meester, te meer omdat Pétain verklaarde geheel met de bezetting in te stemmen. Generaal Sumita, tactvol nog in burger, liet zich in zonnige stemming filmen onder bescherming van de keizerlijke Japanse luchtmacht, waarvoor een Japanse economische delegatie in Nederlands-Indië om meer benzine kwam onderhandelen. Onverrichter zaken moest de leider van de delegatie huiswaarts keren. Zelfs de klassieke, ondoorgrondelijke glimlach bleef achterwege. Die stijfkoppige Hollanders weigerden hun eigen graf te helpen graven. Engelands grootste slagschip, de Prince of Wales, was in augustus uitgevaren op een bijzondere missie. Churchill was op weg naar Amerika voor besprekingen met president Roosevelt. In de baai van Annapolis werd een veelbesproken document geboren, het Atlantisch Handvest. Hier werd de grondslag gelegd voor de komende samenwerking tussen het nog neutrale Amerika en het strijdende Engeland dat nog niet aan het einde van zijn beproevingen was gekomen. Want op Singapore was nu de schijnwerper der geschiedenis gericht. Japans verovering van Thailand liet weinig twijfel bestaan aan zijn uiteindelijke bedoelingen. De spanning in het Verre Oosten steeg. Een nieuwe gevaarszone, Burma, vereiste eveneens een troepenmacht die voornamelijk door Brits-Indië geleverd werd. In Nederlands-Indië doorzag men Japans plannen. Nederlanders en Indonesiërs stonden als één man paraat, zowel in de strijdkrachten als in de oorlogsindustrie die uit de nood was ontstaan. Eén feit vooral gaf hoop voor de toekomst. Er was geen vijfde kolonne. In verhouding tot de oppervlakte waren de luchtstrijdkrachten ontoereikend. Het leger kreeg enig modern materiaal, zoveel als men maar uit Amerika kon betrekken. Op 7 december sloegen de Jappen toe. Pearl Harbor, nadat de Japanse bommenwerpers een verraderlijke opdracht hadden uitgevoerd. Ja, de rijzende zon stond in het zenith. Van Stratton House, de zetel van de Nederlandse regering te Londen, kwam ogenblikkelijk het besluit dat in Indië 's ochtends vroeg door de gouverneur-generaal in een radiotoespraak aan de bevolking werd medegedeeld. Nederland beschouwde zich op voet van oorlog met Japan. Dagen achtereen brachten luchtstrijdkrachten en marine gezamenlijk één Japans schip per dag tot zinken. Op eerste kerstdag viel Hongkong. Japanse troepen legden prikkeldraadversperringen om de internationale concessie.
Op het schiereiland Malakka maakten de Jappen zienderogen vorderingen. Van de zee was de machtige marinebasis onneembaar geweest. Aan de landzijde waren de verdedigingswerken ontoereikend. Op 15 februari kwam het onvermijdelijke einde. Generaal Wevel, nu opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in het stille Zuidzeegebied, hield zich nog korte tijd staande op Java. De invasie van de buitengewesten was op 10 januari begonnen. Op 1 maart had de vijand de laatste verdedigingslinie bereikt. Tegen de overmacht was een koninklijk Nederlands-Indisch leger niet bestand. Een dag tevoren had Schout bij Nacht Doorman met zijn geallieerd eskader een laatste poging gedaan de landingen te verhinderen. Met het sein, volgt mij, ik val aan, begon de slag in de Javazee. Dag aanbrak, was alles verloren behalve de eer. De commandant van het marine-etablissement de Surabaya gaf orders alles grondig te vernielen. Een order die stipt is opgevolgd, zoals blijkt uit deze smalfilmopname, gemaakt door iemand die op het laatste ogenblik uit Surabaya naar Australië wist te ontsnappen. Met de donkere wolken der laaiende oliebronnen daalde de duisternis over Insulinde. Amerika was nu een bondgenoot in de ware zin van het woord geworden. In het Capitool te Washington sprak president Roosevelt tegenover het congres zijn vertrouwen uit in de goede afloop. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. Een machtig leger werd uit de grond gestampt. Het land van de onbegrensde mogelijkheden breidde zijn oorlogsvloot en koopvaardij uit tot ongekende grootte. Enkele weken na de val van Java landden de eerste Amerikaanse troepen al in Noord-Ierland. De voorhoede van enige miljoenen. Kwamen in een Engeland dat niet langer in het defensief was, maar bezield door de aanvalsgeest. Vier motorige Stirlings en Lancasters, voor het eerst met duizenden gelijk, sommige ook met Nederlandse gezagvoerders, brachten de oorlog binnen de Duitse grenzen. Een voorproefje van wat nog zou volgen. Te keren. Amerikaanse vliegende forten het werk aan dat de RAF 's nachts had verricht. Ze bombarderen hun doelen van grote hoogte. Zwermen Duitse jagers konden de aanval niet keren. In de aanvallen op de kust van Noord-Frankrijk
speelde het Nederlandse Mitchell Squadron een zeer grote rol. De mannen die eerst in Hudsons Duitse schepen in de Noordzee in de grond hadden geboord, waren nu uitgerust met moderner materiaal en verpletterden Duitse verdedigingswerken aan de Franse kust. Cherbourg was een tijd lang hun voornaamste doel. Het was ook het graf van menige onverschrokken bemanning. De RAF kwam met een wondervliegtuig tevoorschijn, de Mosquito. Rakelings vlogen ze boven de golven van de Noordzee om hun komst niet aan de radiopeilstations van de vijand te verraden. Rakelings strietsten zij ook over de Hollandse weiden en broeikassen op weg naar de Philipsfabrieken in Eindhoven, die ze op een zondag van zeer geringe hoogte bombardeerden om de burgerij zoveel mogelijk te sparen. Het zwaartepunt van de oorlog lag nu in Rusland, waar Churchill en president Roosevelt afgezant Averell Harriman met Stalin en Molotov overlegden hoe de westelijke mogendheden het Rode Leger konden steunen. Een van de directe resultaten van deze besprekingen was dat Engeland een groot aantal tanks reserveerde voor het Russische front. Het was opnieuw de taak van de koopvaardij de goederen ter plaatse af te leveren. Konvooien naar Moermansk hadden met ontzaglijke moeilijkheden te kampen, nog vergroot door de aanwezigheid van Duitse bommenwerpers die een dankbaar gebruik maakten van het noorderlicht. Ook hier ontbrak in geen enkel konvooi het rood-wit-blauw. Hier daar een bakboord. Konvooien kwamen door, al bleef van menig schip niets over dan een rookkolom tegen de poolhemel. Rook steeg ook op uit Stalingrad, dat na 5 maanden belegerd te zijn door maarschalk Rokossovski werd bevrijd. Van de 330.000 man van het Duitse 6e leger waren er maar 90.000 overlevenden. Inclusief de opperbevelhebber, maarschalk von Paulus, de man die 2 maanden geleden zijn troepen had bevolen alle krijgsgevangen Russen te vermoorden. Nu verwachten de armzalige hoopjes overlevenden van hun overwinnaars wat zij zelf in hun glorieroes nooit hebben gekend. Genade. Ook in Noord-Afrika beet de vijand in het zand. Onder maarschalk Rommel was het Afrika-koord doorgedrongen tot in het zicht van Alexandrië. Een onbekende nieuwe bevelhebber, generaal Montgomery, en het 8e Britse leger hadden de vijand de 11e uren van de grens van Egypte verdreven. En daar was het niet bij gebleven. Zoals Wavell de Italianen had overrompeld, waren ditmaal de Duitsers in verwarring op de vlucht geslagen. Nu beschikten de geallieerden ook over de mannen en het materiaal om de achtervolging door te zetten. Ver over de grens van Egypte, diep door de westelijke woestijn, liet de vijand dit spoor achter. En waar generaal Montgomery de horizon afzocht, zag hij nog een ander spoor. Het tastbaar bewijs van succes. De nederlaag van het Afrika-koord was gegrondvest op een weloverwogen plan, waarvan nu het tweede gedeelte werd uitgevoerd. Honderden geallieerde troepenschepen, waaronder de Dempo, de Marnik van Sint-Aldegonde en zoveel anderen,
zetten op tal van punten in Noord-Afrika nieuwe strijdkrachten aan land die zich bij de jacht- of rommelstroepen aansloten. Terwijl in Casablanca Roosevelt en Churchill overlegden hoe deze grote overwinning kon worden uitgebuit, trokken de geallieerde legers Tunis binnen. Zo verloren de Duitsers, niet lang na Stalingrad, een tweede leger en een strategische sleutelpositie in de Middellandse Zee. Eén blijvende herinnering lieten de Duitsers in Noord-Afrika achter. In de tuin van de woning van koningin Wilhelmina, even buiten Londen, stond een klein groepje mannen opgesteld. De mannen van de koopvaardij. Zij waren het geweest die in eb en vloed van het oorlogstij deze geallieerde wapenfeiten van Rusland, zowel als Engeland en Amerika, hadden helpen verwezenlijken. Ze ontvingen uit handen van hun koningin onderscheidingen die ze als soldaten met hun leven hadden bevochten. De koopvaardij weer kan uitvaren over zeewegen die niet langer bezaaid zullen zijn met mijnen, torpedo's en bommen, is dat te danken aan de wil tot doorzetten van deze mannen, nu de geëerde gasten van koningin en prins. Niet minder welkome bezoekers waren de Engelandvaarders, die soms langs grote en moeilijke omwegen, soms ook direct per kano of zeilschip, de oversteek naar het vrije Engeland hadden gewaagd. Lang niet allen die het avontuur ondernamen, brachten het tot een goed einde. Maar allen die hun doel bereikten, werden in de gelegenheid gesteld hun koningin persoonlijk verslag uit te brengen over wat zij in Nederland hadden ondervonden. Dit waren geen audienties. Dit was de landsmoeder te midden van de zonen en dochters van haar strijdend volk. Al was de strijd in Indië verloren, op het eiland Timor waren nog een aantal Nederlandse en Australische strijdkrachten achtergebleven, die daar, zonder dat de buitenwereld er iets van wist, in een hardnekkige guerrilla-strijd de vijand maanden achtereen uit hinderlaag overvielen. Zorgvuldig wachten de guerrilla's tot de jappen binnen vuurbereik zouden zijn. Dan... Betere jap dan een dode jap was ook het oordeel van de Timorezen, die de guerrilla's vaak voedsel kwamen brengen. Voedsel, munitie, maar vooral Japanse uitrustingstukken waren het hoofddoel van deze overvallen. Bijna 10 maanden hielden de guerrilla's stand. Uit buitgemaakte onderdelen bouwden ze met eindeloos geduld en vindingrijkheid een radiozender. Zo hoorde de wereld voor het eerst van hun bestaan. Nederlands-Indische autoriteiten zonden prompt een oorlogsschip dat de guerrilla's evacueerde. Geen land had zijn arbeidskrachten drastischer gemobiliseerd dan Engeland. Duizenden vrouwen hielpen op het platteland de voedselproductie op peil houden. Ze schrokken niet terug voor vuil werk. Ze bestuurden havenboten. Werkte als mechaniciens. En radiotechnici.
legioenenvrouwen zoals deze hielpen het einde van de oorlog bespoedigen. Maar naar de zin van de Londenaar ging het nog lang niet snel genoeg. De publieke opinie drong sterk aan op het openen van een tweede front in Europa, waardoor de pressie van het Duitse leger op Rusland zou verminderen. Tevens symboliseerde deze bijeenkomst het vertrouwen dat de Britse leeuw zijn klauwen weer uit kon slaan. Na in een bommenwerper naar New York te zijn gevlogen, bezocht koningin Wilhelmina president Roosevelt, om daarna in Canada de doopplechtigheid bij te wonen van prinses Margriet Francisca. De wens van prinses en prins dat de jongste Oranje de Nederlandse koopvaardij tot peet zou hebben, was bijzonder toepasselijk. Geen twee weken waren na de doopplechtigheid verstreken als de handelsloot vervoerde een nieuwe geallieerde troepenmacht op een expeditie van historische betekenis. Dit waren de mannen die door de eerste bres de zogenaamde vesting Europa binnenrukten. Baren behoorden tot de slachtoffers in deze campagne. Nadat Sicilië veroverd was, volgden spoedig de eerste landingen op het vasteland van Italië. Dat volksgunst onbestendig is, ondervond de dictator ook aan de lijve. Na door Italiaanse patriotten gearresteerd te zijn, werd hij door Hitlers parachutisten uit zijn gevangenis in de onherbergzame Abruzzen bevrijd. Het was voor het eerst dat Hitler een bondgenoot niet in de steek liet. Niet zozeer uit nobele motieven van vriendschap, dan wel uit angst dat de Duce tegenover de geallieerden zijn mond voorbij zou praten. Maar zelfs de sensationele redding van zijn collega oorlogsmisdadiger kon bij Hitler niet opwegen tegen de overgave van de hele Italiaanse vloot. 2,5 jaar lang waren deze oorlogsbodem stelselmatig op de vlucht gegaan bij het zicht van de Britse vloot. Nu vonden ze een veilige ankerplaats in de haven van Malta. In Teheran, de hoofdstad van Perzië, vond de eerste ontmoeting plaats tussen de drie voormannen der Verenigde Landen. Was de aanvaller nu in de verdediging gedrongen. In het gebied van de Stille Zuidzee hadden de Amerikanen door de heldenmoed van hun mariniers de Japen uit belangrijke voorposten verdreven. Dit was het begin van de weg naar Tokio. In Zuidoost-Azië begonnen Britse en Brits-Indische strijdkrachten onder commando van Lord Louis Mountbatten Burma te heroveren na trage en taaie strijd in de wildernis. Amerikaanse parachutisten waren inmiddels op Nieuw-Guinea geland. De
vlammenwerpers moesten in de rimboe gebruikt worden om de hardnekkige jappen uit vossenholen te verjagen. Ook Australische troepen onderscheiden zich in deze tropische oorlog, waar aanvankelijk het gebrek aan kinine een groter aantal slachtoffers vergde dan de fanatieke strijdmethode van de Japanners. In deze wateren was de Amerikaanse vloot oppermachtig dankzij het gebruik van vliegdekschepen. Geen wonder dat de vijand in de talloze gevechten die hier plaatsvonden deze als zijn voornaamste doel uitkoos. Amerikanen onder generaal MacArthur heroverden op 23 april 1944 het eerste stuk Nederlands grondgebied. Hollandia, met een symbolische naam, was weer vrij. Detachementen van het Koninklijk Nederlands-Indische leger waren met de Amerikaanse troepen geland en gingen onmiddellijk in actie. De grootste truc van de Jappen is zich schijndood te houden, maar de Nederlander was op zijn hoede. Detachementen van NICA, binnenlands bestuur in uniform, vonden opslagplaatsen vol geneesmiddelen die de vijand had moeten achterlaten. De burgerbevolking had daaruit nooit iets mogen betrekken. De gezondheidstoestanden op Hollandia waren dan ook hemeltergend. Met de Nederlandse vlag die zij in deze jaren zorgvuldig hadden verborgen, kwamen de Papoea's nu uit hun schuilplaatsen tevoorschijn. Ze brachten verdere bewijzen van Japans wanbeleid. Deze Javanen, die door de Jappen tot dwangarbeid waren geprest, waren op het Japans dieet menselijke wrakken geworden. Vel over been. Dat was de nieuwe orde van Japan. Naar Nederlands West-Indië, waaraan zij haar eerste bezoek bracht, vloog prinses Juliana per KLM. Ontvangen door gouverneur Kasteel, zette de prinses in Curaçao weer voet op onbezette Nederlandse grond. Ze inspecteerde een erewacht van Nederlandse en Amerikaanse troepen, aan wie de verdediging van het eiland gezamenlijk is toevertrouwd. Enthousiaste ontvangst wachtte haar bij haar bezoek aan de olieraffinaderijen. Dit was de groet van de bevolking van de boven de Windse eilanden, waar het ontbreken van een vliegveld een persoonlijk bezoek onmogelijk maakte. Suriname toonde zijn grote blijdschap met dit bezoek. Bij haar terugkeer verklaarde prinses Juliana diep getroffen te zijn door de goede geest van eenheid onder een zo gemengde bevolking.
In Engeland werkte de fabrieken dag en nacht op volle kracht. Hier werden de wapens gesmeed waarmee het bevrijdingsleger zijn grootste taak zou kunnen vervullen. 10 mannen of vrouwen werkten achter de draaibanken voor elke soldaat aan het front, voor elke piloot in de lucht. Stelselmatig werd de productie opgevoerd en versneld. Zo werden de wapens gesmeed waarmee de geallieerde opperbevelhebber generaal Eisenhower, zijn legers onder generaal Montgomery en luchtstrijdkrachten onder luchtmaarschalk Tedder met gerust hart de grootste onderneming kon laten beginnen. 2 dagen voor het teken voor de nieuwe aanval werd gegeven, viel Rome zonder slag of stoot. Buitgemaakte Duitse films tonen de haast waarmee de nazi's zich uit de voeten maakten. Langs het Colosseum rukte het 5e leger de stad binnen. Dezelfde menigte die nu op Piazza Venezia de kelen schor schreeuwde, had kort geleden Doetje, Doetje gebruld, wanneer de opgeblazen kikvorst van de Pontijnse moerassen zijn mond maar had opengedaan. Arriva Cesare, Virgilio in Augusto. Fascisme was kennelijk niet meer in de mode. Bijzonder welkom waren de geallieerde strijders in Vaticaanstad, waar paus Pius XII in de Sint-Pieter de troepen een massale audiëntie verleende. Het Vaticaan had gedurende de oorlogsjaren natuurlijk een strikte neutraliteit in acht moeten nemen. De innerlijke gevoelens bleken echter uit de welkomstwoorden die de paus tot de bevrijders van Rome sprak. It is a real joy for us to welcome you all here within the very own home of the common father of Christendom. You know very well, you have had experience now of the dangers and uncertainties of life in the midst of a war. Make one thing certain. That you keep always close to God. At the Filius, at the Spiritus Sanctus. Amen. Achter de krijtrotsen droeg het zuiden van Engeland in die zomermaanden de fantastische oogst van wat het Britse volk had gezaaid in deze jaren van bloed, zweet en tranen. Opslagplaatsen van invasiemateriaal voor leger en luchtmacht stonden er als offers in een wei. Het was geen bluf, geen zenuwoorlog. Engeland, sterker dan ooit, stond klaar om toe te slaan. Toen de 6e juni, de 1737e dag van deze oorlog aanbrak, was er in datzelfde Londen, dat 4 jaar geleden de ondergang nabij had geschenen, zelfvertrouwen en optimisme. Zij wisten dat het grote ogenblik niet ver meer kon zijn. Immers de zweefvliegtuigen van het luchtlandingsleger stonden vleugel aan vleugel klaar voor het vertrek. Een concentratie van duizenden schepen, die een jaar geleden zeker Duitse luchtaanvallen zou hebben uitgelokt, lag nu in de havens voor anker, wachtend tot de inscheping van de legeronderdelen was voltooid. In de vroege uren van de 6e juni, 24 uur later dan het oorspronkelijke plan, werd het teken gegeven waarop de geallieerde wereld had gewacht. Een onstuitbare lawine was aan het rollen gebracht.
Niet alleen tanks en infanterie werden aan land gezet. Een kunstmatige haven was tot voor de Normandische kust gesleept, vanwaar voorraden naar de vooruitgeschoven troepen getransporteerd werden. Speciale tanks baanden een weg voor de infanterie door vijandelijke mijnenvelden. Het raketprojectiel was het nieuwe wapen van de luchtmacht dat met feilloze trefzekerheid op het kleinste doel kon worden gevuurd. De uitwerking van deze raketten was vernietigend. Cherbourg, de eerste grote haven, viel na felle strijd in handen van de Amerikanen. In de stad zelf hielden Duitse sluipschutters tot het bittere einde stand. Terwijl de Amerikanen de havenstad van ongewenste elementen zuiverden, rukte het Britse tweede leger af op het strategische knooppunt Caen. Hier verdedigde de vijand zich nog met de moed der wanhoop. Huis voor huis, straat voor straat, puinhoop voor puinhoop. Caen kocht haar vrijheid duur. Heel wat duurder dan deze nazi's, voor wie de Tweede Wereldoorlog ten einde was. Lancasters met hun zwaardere bommenlading namen nu de taak over die bijna een jaar lang zonder onderbreken was uitgevoerd door Engelse, Nederlandse en Canadese Mitchell Squadrons. Het bestoken van de plaatsen van waar de V1 werd gelanceerd. Want terwijl de militaire catastrofe al was begonnen, speelde de vijand nog om tijd. Redding kon Duitsland van zijn nieuwe wapens nauwelijks meer verwachten. Maar in zijn stuittrekkingen scheen het nationaal-socialisme er nog op uit te zijn de totale ondergang van het avondland te bewerkstelligen. Engeland had zich op het nieuwe wapen voorbereid. Een van de piloten van het Nederlandse Spitfire Squadron hield geruime tijd het wereldrecord van alle jagers op de V1. Hij alleen maakte er 21 onschadelijk. Maar bij ongunstige weersomstandigheden bereikte een aantal vliegende bommen de hoofdstad.
Londens burgerij, opnieuw in de voorste linie, kreeg het weer zwaar te verduren. Maar aan het doel de invasie te vertragen, beantwoordde Duitslands geheime wapen allerminst. In Normandië was op 12 augustus de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in actie gegaan. Het was een kleine strijdmacht, maar zij verrichtte haar taak op voortreffelijke wijze. Oostelijk front was de Russische stoomwals in beweging gekomen en verpletterde het ene Duitse leger na het andere. Ongekend lange verbindingslinies belemmerden het Rode Leger niet op een front van 3000 kilometer breed de aanval vol te houden. Leningrad en Kharkov werden bevrijd na felle strijd. De vele beloften aan zijn troepen, die Hitler niet had kunnen houden, werd nu door Stalin ingelost. Zo schokte het herrenvolk, voorafgegaan door zijn goudgegaloneerde generaals, door de straten van Moskou. Nauwer werd de greep waarin Duitsland ontklemd werd. Parijs stond op vallen. Maar het waren de Fransen zelf, de mannen en vrouwen van de verzetsbeweging, aan wie hiervoor de eer toekomt. De 11e ure vond het Franse volk zijn ziel terug. Ondergrondse strijders, gesteund door de politie, gaven het teken tot de algemene volksopstand. Als in de dagen van de grote revolutie werden barricaden opgeworpen. Niemand was te oud of te jong, te tenger of te zwak om toe te treden tot de gelederen van het verzet. Niets werd aan het toeval overgelaten. En in de voorste linie van de Maquis werden plaatsen ingeruimd voor cineasten, opdat het epos van de bevrijding van Parijs door het oog van de moderne geschiedschrijver, de camera, zou worden vastgelegd. Generaal de Gaulle de hoofdstad binnenkwam, was de strijd gestreden. Parijs was vrij. Op de Place de la Concorde zou hij officieel worden verwelkomd, maar schoten weer klonken. Onverstoord volgde de Gaulle de strijd tegen de Duitse sluipschutters die het op zijn leven hadden gemunt. Zijn triomftocht voort, toegejuicht door de deinigde menigte die hij de weg had gewezen naar hernieuwde eenheid. Over de Frans-Belgische grens achtervolgde het Britse Tweede Leger de vluchtende Duitse eenheden. Zoals hij Rommel uit Noord-Afrika had verdreven, hoopte Montgomery nu von Rundstedt schaakmat te zetten door in één ruk tot het IJsselmeer door te stoten.
Nog feller dan de Fransen was de Belgische bevolking in haar haat tegen de nazi's. Een uur nadat de laatste Duitser was gevlucht, rukten de geallieerden Brussel binnen, dat zich onmiddellijk in een bevrijdingsroes stortte die dagen en dagen duurde. Tot regent van prins Karel, die met hart en ziel de Witte Brigade bij haar ondergronds werk had gesteund, werd alom toegejuicht. Op enkele kilometers van de Belgisch-Nederlandse grens was nu de prinses Irene Brigade gelegen. Een koerier, die met belangrijke inlichtingen door de Duitse linies heen was gekomen, zette trots het onderscheidingsteken van de brigade op zijn pet. Maastricht was de eerste grote Nederlandse stad die door de geallieerden werd bevrijd. De Duitsers hadden de bruggen over de Maas opgeblazen. Maar Amerikaanse genietroepen, die hier op 14 september binnenrukten, hadden spoedig een noodbrug gelegd waarover tanks het Vrijthof konden bereiken. De hoofdschuldigen waren er natuurlijk al lang vandoor. De kleine landverraders en collaborateurs werden in volmaakte discipline in verzekerde bewaring gesteld. Op 17 september trok het Britse leger in zijn stormloop door de Lage Landen de Belgisch-Nederlandse grens over ten zuiden van Eindhoven. Dwars door Valkenswaard, zwaar beschadigd tijdens een beschieting van de artillerie, gingen de Britten op Eindhoven af. Zo toonde het zuiden die eerste dag na de bevrijding zijn gevoelens. Dit was de spontane reactie na 4 jaar van onderdrukking. Nu was het feest, uitbundig feest. Voor men besefte dat Eindhoven voor Eisenhower en Montgomery slechts een stap was op de weg naar Berlijn. Tijdens een tocht langs het westelijk front bezocht koning George ook zijn troepen in het zuiden van Nederland. Montgomery, nu veldmaarschalk, stelde de koning op de hoogte van de verdere operaties. Opnieuw kwam het luchtlandingsleger, dat sedert Normandië op non-actief was geweest, in actie. Op niet meer dan 300 meter boven het ondergelopen Nederland werden de zweeftuigen pal boven hun doelen losgekoppeld. Son, Graven, Nijmegen, Arnhem. Na hen kwamen de parachutisten. Drie van de 4 landingen waren een volkomen succes. Daar maakten de eenheden van het luchtlandingsleger vrijwel onmiddellijk contact met de landstrijdkrachten, consolideerden hun doelen, voltooiden hun taak. Maar de hoogste lof komt die troepen toe die 9 dagen lang stand hielden bij Arnhem. Ook hier verrichten Nederlandse binnenlandse strijdkrachten wonderen. Iedere man en elk kanon waarop ze maar de hand konden leggen, brachten de Duitsers in het veld tegen de kleine geallieerde strijdmacht voor wie voedsel en munitie alleen door de lucht konden worden aangevoerd. Weersomstandigheden maakten een einde aan deze bevoorrading. Toen stonden de mannen van Arnhem alleen. Toch hielden ze de strijd vol, tot Montgomery's order voor de terugtocht doorkwam. 3000 van de 8000 keren terug, maar dankzij hun heldhaftig uithoudingsvermogen
kon Montgomery in maart 1945 van Nederland uit zijn aanval over de Rijn lanceren. Dankzij hem was de Waalbrug bij Nijmegen, waaronder naar verluidt een Nederlands patriot op het laatste ogenblik een Duitse dynamietleiding had verwijderd, veilig in geallieerde handen. Ook de drakentanden van de Siegfriedlinie vormden geen onoverkomelijk obstakel. De stellingoorlog behoorde tot het verleden. Statische verdedigingslinies bleken tenslotte een fantastische verspilling van arbeidskrachten en materiaal. Rook rees op uit Aken toen de geallieerden, nu opererend op Duits grondgebied, de eerste grote Duitse stad bestormden. Nu ondervond de Duitse burger aan de lijve wat totale oorlog was. Voor haar vertrek naar Engeland nam prinses Juliana tijdelijk afscheid van haar dochters. De drie prinsesjes bleven in Canada tot zij voorgoed naar Nederland konden terugkeren. Met deze vrolijke beelden van haar drietal voor ogen reisde de prinses door de lucht naar Londen. De bezoeken van de prinses gold het vrouwenhulpkorps dat klaar stond naar Nederland te vertrekken. U staat aan het begin van een ontzaglijke taak en gij gaat een buitengewoon mooie roeping volgen. Gij toont de saamhorigheid met Nederland, die zo groot is daarbuiten. Zelf heb ik daar de meest treffende voorbeelden van gezien in Suriname en Curaçao. En onder Nederlanders in afgelegen plaatsen. Dieper in Nederland trok het Britse Tweede Leger onder generaal Dempsey, met wie overste de Ruiter van Stevenink, de commandant van de Koninklijke Nederlandse Brigade, ten nauwste samenwerkte. De Nederlandse Brigade nam een groot aandeel in de bevrijding van Tilburg en trok triomfantelijk de stad binnen. Troepen bevrijden Breda. Van Walcheren beheersten de Duitsers de grote geallieerde toevoerroute, de Schelde. En het opperbevel zag maar één uitweg. De vijand nu bedreigd door het binnenstromende water. Aan de andere door de commando's die in Vlissingen en later bij Westkapelle een landing forceerden. De Schelde was weer open. De haven van Antwerpen kon het oorlogsmateriaal verwerken. Maar de zeeuwen betaalden het gelag. Uit de bevrijde steden van het getroffen Nederland kwamen de eerste groepen kinderen naar Engeland. Bleek en ondervoed, na 5 jaar onder Duits bewind kwamen ze aan. Als gezonde, zorgeloze jongens en meisjes keerden ze na 5 maanden naar Nederland terug. Het waren niet alleen kinderen die in Engeland aankwamen. Vrijwilligers, die in de afgelopen jaren veelal ondergronds tegen de vijand hadden gestreden, beseften dat voor Nederland nog pas de eerste fase van de oorlog voorbij was. Schouder aan schouder met hun geallieerde wapenbroeders wilden zij de Jap uit Indië helpen verdrijven. Mariniers, recruten voor alle dienstvakken van de Koninklijke Nederlandse Marine,
vliegers en grondpersoneel voor de luchtmacht, soldaten, kwamen in steeds grotere getalen naar Londen. Ze staken zich in de uniform waarop ze trots hun bestemming droegen. Nederlands-Indië. Waar het Japanse garnizoen vrijwel geïsoleerd werd toen generaal MacArthur en de Amerikaanse strijdkrachten de Filipijnen heroverden. Duitslands lot was bezegeld toen de Russen tot diep binnen de grenzen van het Rijk doordrongen. Terwijl kort daarna in het Westen Britten en Amerikanen hun wedloop naar Berlijn begonnen. De overwinning was zeker, maar daarna. De vrede was het onderwerp van de besprekingen die de drie grote leiders in Jalta bijeenbrachten. Ieder van hen was ervan doordrongen dat alleen een hecht en sterk bouwwerk van de vrede kon voorkomen dat de aarde opnieuw een wereldstrijdtoneel zou worden. In Jalta legden zij de grondslagen voor een betere samenwerking tussen de volkeren. Het was hun laatste ontmoeting. Zichtbaar verouderd door de druk van zijn ontzaglijke verantwoordelijkheid, was het de president niet gegeven een blik te mogen werpen in een vreedzamer maatschappij waarvoor hij zo krachtig had geijverd. Op 13 maart, even voor 12:30 in de namiddag, stopte een auto vlak voor de Belgisch-Nederlandse grens in Ede, een gehucht bij Aardenburg, Zeeuws-Vlaanderen. Over de zorgvuldig getrokken witte kalklijn betrad koningin Wilhelmina om 12:29 weer Nederlandse bodem. Zo begon haar tiendaags bezoek aan bevrijd Nederland. Een triomftocht voor de landsmoeder, te meer omdat haar bezoek om veiligheidsredenen aan ieder dorp, aan iedere stad, slechts enkele uren tevoren bekend kon worden gemaakt. De ontvangst was er des te spontaner om. Dit was het ogenblik waarop de bevolking noden had gewacht. Het was een ontroerend weerzien, dat niet alleen juichkreten verwekte, maar ook aanleiding gaf tot tranen. In een amfibisch legervoertuig maakte Hare Majesteit de stille rondreis door het eens zo vruchtbare Zeeuwse land. Maar waar er nog mensen woonden, klonk hun warme groet over de kille, verlaten vlakte. De grote steden van het zuiden wedijverden met elkaar in enthousiasme. In Maastricht, waar de bevrijding was begonnen, was de menigte niet te houden. Voor het Van Abbe Museum bracht Eindhoven zijn koningin een overweldigende ovatie. Familieleden van oorlogsslachtoffers, vooraanstaande leden van de verzetsbeweging, werden in iedere stad aan Hare Majesteit voorgesteld. Sertogenbosch, voor bevrijd Nederland hield dit bezoek de belofte in dat heel Nederland spoedig weer zichzelf zou zijn. Zijn eigen leven zou leven, aan eigen toekomst kon bouwen. In Heerlen gold een eerste bezoek van de koningin de mijnwerkers. Ze wachtte tot de dagploeg uit de schacht naar boven kwam en sprak toen met de mannen wier werk de grondslag is voor het herstel van Nederlands verwoeste industrie. Als elders inspecteerde de koningin de stoottroepen. Hier was niet alleen een volk dat zijn koningin verwelkomde. Dit was de koningin die haar volk dankte voor zoveel trouw in zo grote tegenspoed. In de lucht verkondigden duizenden vliegtuigen al de boodschap van de komende victorie. Een vrije wereld had Hitlers uitdaging aanvaard en beantwoord. Hij die het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. Even onverbiddelijk als het vonnis aan Duitsland werd voltrokken, voorspellen deze tekenen aan de hemel nu de onherroepelijke ondergang van Japan en de terugkeer naar een wereld waar volkeren kunnen leven in vrede en voorspoed, vrij en onverweerd.